We moeten Hulu gewoon even testen. Kamikaze! Yes! Hulu Survive! Kijk, kijk, wat een baas. Wat een baas. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn vandaag in Utrecht bij het post E3 evenement. Ik ga vandaag allemaal nieuwe spelletjes spelen van Nintendo. Sowieso Luigi's Mansion 3, sowieso Pokémon Sword and Shield. En ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben benieuwd wat ze voor de rest nog hebben. We gaan even daar kijken. Daar, daar, daar. Hallo? Oké, jongens, ik heb net Luigi's Mansion 3 gespeeld. Ik ben groot fan van Luigi's Mansion. Van het allereerste geld dat ik zelf heb verdiend van mijn baantje bij de supermarkt, heb ik destijds een GameCube gekocht met Luigi's Mansion deel 1. Dus mijn liefde voor Luigi's Mansion gaat heel ver. Brings back memories. We hebben heel veel nieuwe dingen gezien. Ik vind Luigi een hele leuke toevoeging. Een soort van slime versie van Luigi. En met Luigi kan je dus allemaal puzzeltjes oplossen. Bijvoorbeeld komen er spikes omhoog van die spijkers. Ja, daar kan Luigi zelf natuurlijk niet in. Dus dan moet je Luigi gebruiken. Want met slime kan je wel door die spijkers. Super logisch. Je hebt nu ook een zuignap die je kan schieten. En vervolgens kan je met je stofzuiger die zuignap weer opzuigen. En dan kan je de schilden wegtrekken van spookjes die een schild hebben. Een van de grappigste dingen die ik heb meegemaakt is dat ik een zuignap op een ton schoot. Toen trok ik hem omver met de stofzuiger. En toen kwam er allemaal fruit uit. En dat fruit kan je opzuigen. Maar ik struikelde dus gewoon over een bananenschil. En toen ging de 1 HP af van Luigi. Ik heb helemaal dubbel gelegen. Zo grappig. En de manier waarop Luigi door dat spookhuis beweegt. Hij klinkt natuurlijk zo een beetje in een van, oh, ik wil dit niet, maar ik ga het wel doen. En bij de bossfight zag je hem zelf helemaal zo verstijven. Zo van, dus je ziet dat hij bang is en je wilt Luigi gewoon helpen. En dat is gewoon leuk, ik heb er zin in. Dit was natuurlijk de E3 demo die we hebben gespeeld. Het is nog niet de final game. Het is maar een heel klein stukje van de game die we hebben gespeeld. Waarschijnlijk nog best wel aan het begin van de game. Dus ik ben benieuwd wat je nog meer allemaal kan gaan doen. Strakjes met Luigi om Mario en Toad en Peach te gaan redden uit het spookkasteel. What will befall our missing Mario and friends? And his dear brother Luigi? Their fate rests in your hands. Luigi's Mansion 3. Eerste keer Pokémon Sword and Shield en we mogen gelijk beginnen in de Water Gym. En ik ben gewaarschuwd dat de puzzels in de gym, die schijnen best wel moeilijk te zijn. Dus let's go, we gaan kijken of we ze op kunnen lossen. Wat? Jullie hebben mij net Pokémon Sword and Shield zien spelen. Het was super epic. We hebben alleen een gym battle gedaan. En ik moet wel zeggen, ik kwam een Vulpix tegen in de Water Gym. Maar dit is een demo. Dus die Vulpix gaat er strakjes uit. We hebben Gossifleur gezien. We hebben tegen Gossifleur gebattled in een Water Gym. Gaat straks echt niet gebeuren. Maar dat is puur voor de demo. Om te laten zien welke Pokémon en welke types er zijn. Dat soort dingen, je kent het wel. Ik heb met Sobble gevochten, die was super leuk. Sobble was super schattig. Ik heb met Grookey gevochten, die heb ik gedynamaxed. Oh man, die mega Grookey was insane. En die one-shotte gewoon, die super grote Dreadnought. Dat was echt, wat? Dynamax is wel tof man. Ik vind dat wel een leuke toevoeging. Dynamax duurt natuurlijk maar 3 beurten, dus na 3 beurten ben je hem kwijt. Maar ja, als je gewoon een super effective move hebt, dan kan het gewoon heel erg snel gaan. Dan heb je misschien maar 1 beurt nodig. We hebben natuurlijk onze held, Wooloo gezien. Die ging keihard. We moeten Wooloo gewoon even testen. Kamikaze! Yes! Wooloo survived! Kijk, kijk, wat een baas. Wat een baas. Hij ziet eruit als een bolletje wol van de achterkant. Maar Wooloo, jij bent de baas. Ja, nogmaals, we hebben dus alleen maar de gym gehad. Die puzzel was wel oké. Okay. Het was wel vrij logisch. Je moest eigenlijk gewoon alle switches aanzetten. En dan kwam je uiteindelijk wel bij de gymleader uit. Dus dat was niet super moeilijk. En waar ik natuurlijk het allermeest naar uitkijk. En ik hoop dat ook nog een keer te kunnen spelen voordat de game uitkomt. Is natuurlijk de Wild Area. Daar ben ik zo benieuwd naar. Of dat echt zo vrij gaat voelen als dat eruit ziet. Dat heb ik allemaal niet kunnen checken. Maar jongens, Pokémon Sword and Shield. Nieuwe generatie. Ik ben onwijs uit. En ik ga die game natuurlijk voor jullie spelen op dit YouTube kanaal.
sta nu in de rij voor Zelda Link's Awakening. En die game ziet er super schattig uit. Hij heeft ook een hele schattige amiibo. Ik heb de originele game nog niet gespeeld voor de Game Boy. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar het verhaal. En ik ben heel erg benieuwd naar de dungeon mode. Dat je eigen dungeons kan bouwen. Dat zit volgens mij niet in deze demo. Maar we gaan het wel zien. Ik heb er zin in. Ja, ik heb dus zojuist Zelda gespeeld en ik moet eerlijk zeggen, ik kwam hier met name voor Pokémon Sword and Shield en Luigi's Mansion 3. Maar Zelda Link's Awakening heeft me echt weggeblazen. Ik dacht dat ik het wel gewoon leuk zou vinden. Ik zou het gewoon leuk vinden. Maar misschien vond ik dat nog wel het leukste van deze hele dag. Het speelt heel fijn, het is natuurlijk super cute. Heel die stijl is heel erg tof. Maar je kan ook gewoon lekker snel er doorheen. En hoe je met je zwaardje vecht, dat is soepel. Schildgebruiken werkt soepel. Je bent een beetje gewend van 2D Zelda games dat die misschien een beetje stroef spelen. Omdat je alleen maar zo of diagonaal kan lopen. En hier heb je gewoon een volledige cirkel. En dat speelt gewoon heel erg lekker. Ik heb deze game dus nog nooit gespeeld vroeger op de Game Boy. Want dit is natuurlijk een hele nieuwe remake. Hele nieuwe game. Maar er zitten allemaal verwijzingen in van Mario games bijvoorbeeld. Er zitten karakters in die op Mario lijken en die dan net anders heten. Maar er zit bijvoorbeeld ook gewoon een Goomba in en een Chain Chomp. En ergens zit ook een soort van grijpmachine. En daar kan je dan weer een Yoshi uithalen. Ik heb niet precies gezien wat dat was. Je schijnt er wel iets mee te kunnen, maar ik weet dus niet precies wat. Ik heb wel lekker de baas kunnen verslaan. En dat was zo'n slang, weet je wel, die je ook kent uit A Link to the Past. Een van mijn favoriete bazen. En dat ging soepel, man. Dat ging soepel. Ik heb geen één hartje verloren. We hebben het gedaan. The Legend of Zelda Link's Awakening komt op 20 september uit. En die wil ik eigenlijk ook gewoon gaan spelen op YouTube. Dus het worden echt super drukke tijden. Ik weet niet, man. Ik weet niet hoe ik dit allemaal moet gaan doen. Maar we gaan het gewoon doen. I've been waiting for you. We hebben net een presentatie gezien van Astral Chain. En ik vond die game al best wel vet, maar ik wist nog niet zo goed hoe het werkte. Nu we weten hoe het werkt, is het echt wow. Ik heb echt onwijs veel zin in de game. Hij schijnt eind augustus al uit te komen. Je bent de politie en samen met jouw Legion moet je vechten, maar je moet ook puzzels oplossen. Je moet een soort van onderzoek doen naar de dingen die zijn gebeurd. Ik zag in de demo dat ze op zoek waren naar een heel groot wezen. Dan moesten ze een footprint zoeken van dat wezen. En die was dus super groot en daardoor kwamen ze erachter dat ze met een soort van bossfight te maken ging krijgen. Je bent een speciale eenheid en de politie in die wereld vindt dat niet tof dat jij hun onderzoek kon belemmeren. Belemmeren. Je hebt de normale politie, je hebt de FBI en de CSI en ze zijn allemaal super trots. Nou, ze willen dus geen informatie met je delen, maar jij kan jouw Legion erop uitsturen om dus te gaan afluisteren. Want de normale politie, die ziet die Legions niet. Dus dat is super handig. Nadat je onderzoek hebt gedaan, mag je gaan beginnen aan gevechten en dat ziet er super smooth uit. Ik heb geen enkele frame erop gezien. Het ziet er echt heel mooi uit. Het steltje is super tof. We hebben 2 Legions gezien. Eentje schiet pijlen en de andere heeft een zwaard. Ze hebben dus allemaal unieke dingen die je ook kan combineren en allerlei gekke combo's kan maken. Dat ken je wel van Platinum Games, want zij hebben ook Bayonetta gemaakt. Ik baal er nog steeds super erg van dat Skillbound op een gegeven moment gecanceld was voor de Xbox One. Maar met deze game heeft Platinum Games weer echt een pareltje in handen. En dat schijnt het begin van de trilogie te zijn. Dus ze gaan serieus werk maken van Astral Chain. Yikes. Death by our hands is not an honor they have earned. They deserve something much worse. Waarom staat een neppe bloem in water? Ik heb net Marvel Ultimate Alliance 3 gespeeld. Ik ben heel erg groot Marvel fan. Laat ik dat even vooropstellen. Ik heb alle films thuis. Ik heb ze ook allemaal gezien. Dus ik heb wel wat liefde voor die game. Alleen we werden dus net helemaal in het midden ergens gedropt. En je kon al van alles doen. En het was nog best wel easy. Het was niet moeilijk of zo. Maar het... ik weet niet. Ik ben niet super hyped of zo. Ik denk wel dat het misschien leuker is als je helemaal aan het begin staat. Dus dat je misschien in het begin 1 character hebt. En je leert dan die character kennen met al de moves die kan.
En vervolgens ga je door naar de volgende. En dat je op die manier een beetje de, ja, misschien een soort van band opbouwt of zo. Maar de combat, ja, is niet heel erg hoogstaand, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel leuk dat je met z'n vieren kan spelen. Dat is wel tof. Misschien dat het all button bashen met drie vrienden best wel leuk kan zijn. Maar ja, nee. Ik heb andere games vandaag gespeeld die waren veel toffer dan deze game. Dit was, Marvel was wel de minste van vandaag. Alright, eindconclusie. Ik heb vandaag 4 games gespeeld. De minste was duidelijk Marvel Ultimate Alliance 3. Ik had de minste verwachtingen van Zelda Link's Awakening. Die heeft mij het meest verbaasd. Ik vind hem super cute. Ik wil het eigenlijk gewoon nu hebben. Luigi's Mansion 3 is mij niet tegengevallen. Is superleuk. Er zitten nieuwe gimmicks in. Nieuwe dingen die je kan doen. En het feit dat het level verandert. Of dat de wereld verandert. Dat het niet altijd een spookkasteel is. Maar bijvoorbeeld ook gewoon lijkt op, ja, een stukje ridders. In een bepaalde ruimte. In een andere ruimte. Kan misschien weer wat anders zijn. Ik weet het nog niet. We gaan het later zien. En Pokémon Sword and Shield. Ja, weet je, die game wordt sowieso heel erg tof. Maar we hebben hier alleen de gym battles gespeeld. Wat misschien niet het meest interessante is voor een demo. Ik wil vooral die wild areas gaan zien natuurlijk. Maar misschien nog wel het belangrijkste nieuws. Vanaf vandaag ligt Super Mario Maker 2 in de winkel. En wil jij nou dat ik jouw level ga spelen in een video? Deel dan even je levelcode hier onder deze video. Of in je Insta DM. Of nog beter, join gewoon de Discord. Linkje staat hieronder in de beschrijving. En als je nou het allertofste level voor mij bouwt voor de eerste video van Super Mario Maker, dan win jij een heel tof Super Mario Maker. Super Mario Maker 2 badlaken. En die wil je hebben. Dat is gewoon awesome. En jongens, veel plezier met jullie switches. Ik heb een mooie dag gehad. Ik hoop dat jullie een leuke vlog hebben gezien. Doe even abonneren. Duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!